Voorzitter, u glimlacht. Ik ook. Want het is hopelijk de laatste keer dat we plenair spreken over de laatste kabinetsformatie. Dat lijkt me wel prettig. We hebben een aantal brieven op de agenda staan. En normaal gesproken zou het goed zijn om dit debat in de luwte tussen verkiezingen te voeren. Er lag een heel goede evaluatie, waarvoor dank. En die zouden we hier rustig moeten kunnen bespreken. Maar door de val van het kabinet staat er natuurlijk enige spanning op, want over een aantal weken zitten wij weer in die formatiefase. Dank aan de voorzitter en de G4 voor een heldere brief. De voorstellen in die brief snijden hout. Het is verstandig om slechts één persoon aan te wijzen als verkenner. Denk aan een wijze man of vrouw, een oud minister van staat of iemand met enige afstand tot de politiek. En ook het feit dat ze ons eerst een dag laat uitslapen voordat ze mensen gaat uitnodigen, denk ik, is buitengewoon verstandig om even af te koelen van de hitte van de dag. De brief van de Raad van State vonden wij een interessante analyse. De conclusie is wat minder. Het is toch een beetje wij van, wees, bevelen onszelf aan. Is niet helemaal nodig, denk ik. Het springende punt voor mij vandaag is het punt dat ik tijdens de vergadering van de Commissie voor de Werkwijze van 13 juni naar voren bracht. De nieuwe Kamer komt na 13 dagen bij elkaar. Dat is erg lang. En hier is toen door zowel andere Kamerleden als door schrijvers van de evaluatie niet op gereageerd. Doordat de verkenners 13 dagen de tijd hadden, hebben ze over interessante dingen gesproken die niet op de agenda hadden hoeven staan. En er is een situatie denkbaar na de verkiezingen dat het heel moeilijk is om een kabinet te vormen. Er is echter ook een situatie denkbaar dat een groep partijen is die natuurlijk bij elkaar hoort en zegt, hé, we hebben hier een meerderheid of wij zien hoe wij een kabinet kunnen vormen. En wat hebben we dan? Dan hebben we een groep partijleiders die op Temptation Island zit. We hebben de heer Klaver die we gaan vastbinden aan de mast, geloof ik. Want ze mogen 13 dagen, of misschien wel 3 weken, naar elkaar kijken, maar elkaar niet aanraken en niet over politiek met elkaar praten. En dat is iets wat heel gevaarlijk is. Want als aan de ene kant je tegen die politici zegt die net gekozen zijn, je moet eigenlijk niet praten over de formatie, maar ze willen graag het land besturen. Ze hebben allemaal een programma ingediend en ze denken dat ze het beter kunnen dan de huidige regering of nog beter. En dat is risicovol. Dus dan heb je 2 risico's. Of de partijleiders praten 2-3 weken niet met elkaar. Of ze praten wel en dan hebben we hier een debat, terwijl de onderhandelingen eigenlijk parallel ergens al een klein stukje begonnen zijn. En dat vind ik een beetje risicovol. Ik ben ook benieuwd hoe we dat kunnen voorkomen, vraag ik aan de voorzitter. Voor u vervolgt. U heeft de interruptie van de heer Klaver, GroenLinks. Een kleine correctie. Ik ben geen partijleider, dus ik vind het heerlijk. We gaan jullie allemaal vastbinden, meneer Omtzigt. U bent nu voor het eerst partijleider, dus daar kijk ik nu al naar uit. Ik ga gewoon een beetje vrij ronddabberen hier die dagen. Een heerlijk vooruitzicht. Neem maar alle gekheid op een stokje. Ik denk juist dat wat u schetst is een terecht risico. Hè? Verplaats je het niet naar wat we dan hier populair zouden noemen de achterkamertjes of wat gebeurt daar. Tegelijkertijd denk ik dat het ook wel goed zou zijn dat partijleiders elkaar achter de schermen opzoeken. Ja. En dat hoeven helemaal niet onderhandelingen, maar gewoon gesprekken, aftasten. Kijken of je elkaar ergens kan vinden en dat je zorgt na een heftige verkiezingsstrijd, dat je elkaar ook weer een beetje weet te verstaan, dat je wat weet bij te komen. En dat er heel veel nuttig werk achter de schermen gedaan kan worden, zodat we daarna die informatie ook veel vlotter kunnen starten. Dat is hoe ik naar die eerste weken kijk, niet dat er niks moet gebeuren. Ik zie juist het grote gevaar als je gelijk na 2 dagen iedereen bij elkaar zet, georchestreerd, dat vaak een recept is voor ongelukken, als ik het zo mag zeggen. Dat snap ik. Maar daarom was een week ook een mooie periode. En 2 of 3 weken kan dan net te lang zijn. En daar zit even mijn aarzeling. Ik geloof dat de heer Van den Brink een voorkeur voor de koning. Dan ging iedereen naar het paleis. Dat kan dan ook 2 dagen duren als je 15 of 16 of 17 partijen in het parlement hebt. Dan heeft de koning nog een dag om conclusies te trekken. Nou, en een dag later installeer je de nieuwe Kamer. Dan heb je een logisch proces. Wat raar is dat als die verkenners, als er een soort duidelijke voorkeur hier ligt, dat eigenlijk dan alles 2 weken stil ligt. En wij moeten ook gewoon open zijn. Ja, natuurlijk hebben we elkaars telefoonnummer hier allemaal. Natuurlijk spreken we dan met elkaar. En ik wil dan oppassen dat het niet of een Temptation Island wordt of een toneelstukje in de Kamer waarbij we net doen alsof we nog niet weten wat het wordt.
Want natuurlijk weten een aantal mensen wat het wordt. En dan moeten we dan ook op zo'n moment een klein beetje eerlijk en open over zijn. Van, ja, we hebben de afgelopen tijd een beetje achter de schermen gesproken. En ja, wat? U heeft nog een, voor u naar uw slotwoord gaat, u heeft nog een vervolgvraag. Dus daar ben ik het mee eens, maar dat vraagt een grote mate van volwassenheid van die partijleiders, denk ik. In de wijze waarop we daarover communiceert in zo'n periode. En dat we inderdaad... Ja, ik zie nu gewoon u op Temptation Island. Ik ben heel visueel ingesteld, meneer Omtzigt. Dus wat een wonderlijk debat zo. Maar ik denk dat het wel te maken heeft met die volwassenheid van die partijleiders in de wijze waarop ze daar... toch open over communiceren en dat we ook die tijd nemen. Ik ben het overigens eens dat ik 2 weken ook lang vind, maar daar zitten we, dat is niet een keuze van de voorzitter of van ons, daar zitten we gewoon met de kiesraad. Het vaststellen van de verkiezingsuitslag, et cetera. Maar ik snap dat spanningsveld, maar volgens mij is daarmee om te gaan als daar gewoon een beetje open, eerlijk, op een zeg maar nieuw leiderschap zouden sommige mensen het noemen, een nieuwe bestuurscultuur, dat we dat daar gaan laten zien. En dat komt toch weer op de politieke, op politici neer. Dank u wel. Voor u vervolgd. De interruptie van de heer Van der Brink, CDA. Ik kan niet eens wat zeggen. Oh, excuus, jij mag ook nog reageren. Ik had het niet als een vraag opgevallen. Nee, het woord nieuwe bestuurscultuur vind ik wat ongelukkig. Dus ik zoek nog even een nieuw woord voor een nieuwe bestuurscultuur, zeg ik tegen de heer Klaver. Maar ik snap wel wat hij zegt verder. Ja. De heer Van der Brink. Ja, de heer Omtzigt analyseert zeg maar, wat er allemaal aan risico zit. Wat is dan zijn voorstel dan het voorstel van de voorzitter zoals hij dat heeft formuleerd? Dus ja. De grootste partij bepaalt. De voorzitter brengt partijen bij elkaar op een moment na de verkiezingen. En vanuit die hoedanigheid komt een verkenner en die gaat aan de slag totdat er een nieuwe kamer zit. En pas op dat moment ligt er een verslag van de verkenner en wordt er een informateur benoemd. Is dat... De heer Omtzigt. Ja, de grootste partij doet een voorstel. Ik neem aan dat in ieder geval de 4, 5, 6 andere grotere partijen daarmee ingestemd hebben achter de schermen. Dus dat er op die dag na de verkiezing even rondgebeld wordt. Dat niet iemand een naam op tafel roept waarvan andere mensen denken, nou, dat moeten we even niet doen. Dus dat er wel breed draagvlak voor is. Het liefst om enige afstand. Ik liet tussen neus en lippen ook vallen dat... een minister van staat geen gek idee is. En er zijn er niet heel veel van die enige afstand hebben tot de politiek. Dus u kunt misschien al een naam zien doorschemeren. Het tweede voorstel wat ik zou doen is dat de oude voorzitter van de Kamer, die op dat moment dan nog voorzitter is, niet 7 dagen wacht, maar eigenlijk op de eerste of tweede dag op de dag van de installatie of de dag daarna ook het debat laat plaatsvinden, omdat ik niet van 2 naar 3 weken wil lopen. Technisch gezien mag ze nog een week wachten. Maar dat zou ik haar ten stelligste afraden. Een vervolgvraag van de heer Van den Brink. Ja, op het laatste ben ik het eens. Dat kan volgens mij vrij snel erachteraan. Maar wat zeg maar uit die evaluatie spreekt, is dat de hitte van die verkiezingsuitslag eraf laten gaan. En u zegt, ja, met 4, 5 partijen bedenken we dan wie de verkenner wordt. Dat miskent ook een aantal partijen die hier de Kamer inkomen, die daar geen ruimte voor krijgen in die opzet. Dat was nou het mooie aan de hitte eraf. Een onafhankelijk ambt. Iedereen brengt zijn advies uit. We brengen de boel tot rust. En vanuit die rust gaan we naar de informateur. Die transparantie zit in dit concept zoals u het nu neerzet niet. Want dat is gewoon 4, 5 partijen achter schermen. Die lossen het even met elkaar op wie de verkenner wordt. De heer Omtzigt. Nou, ik ga ervan uit dat de grootste partij zijn best doet om iemand te benoemen waarvan ze bedenken dat er geen overwegende bezwaren zitten bij de rest van de partijen. Mocht er ergens bij 1 eenmansfractie nog zijn van nou, liever niet, dan weet je, dat kan, zeg ik er maar even bij. Maar dat er zo echt gezocht wordt, daarom noemde ik net ook de pool van ministers van staat. Iemand uit zo'n gremium waarvan je kunt denken, die staat op enige afstand. Nou, dat kunnen we dan doen. Daarna kan er nog voor verschillende opties kiezen. In het kader van wat de heer Klaver zei, van moet het. Het is goed om van tevoren afspraken te maken over welke stukken je later openbaar maakt en welke stukken niet. Zou je wel kunnen denken dat ook de partijleiders op dat moment gewoon in een brief namens hun fractie aangeven aan de verkenner wat ze willen. Dus het oude, wat vroeger was, hadden we die brieven aan de koning die niet openbaar waren. Laten we die brieven door iedereen gewoon openbaar gemaakt nadat ze aan de koning aangeboden waren. Je zou hetzelfde bij de informateurs kunnen doen van, we schrijven allemaal een brief waarbij we onze voorkeuren, onze blokkades, onze gelukwensen op papier zetten. En dan heeft dat al een zekere transparantie. Tot slot, de heer Van der Brink. Ja, dat is het mooie van tot slot. Er is hier een kleine minderheid vooralsnog. Maar dat hangt vanaf hoe partijen gaan kiezen die de koning echt een interessante figuur vinden om die onafhankelijke rol in te nemen die hij had, maar nu in een kleinere fase, alleen de verkenningsfase. Daar hoor ik u op geen enkele manier over. Misschien toch even interessant. Nou, waarom niet?
De heer Omtzigt. Nee, het heeft niet mijn voorkeur. Het is niet zo dat ik er zodanige bezwaren van heb dat ik helemaal denk van nou, dat moet nooit, never niet gebeuren. Maar ik denk dat we dat als Kamer kunnen doen.